Overwegen, bewaakte, maar vooral onbewaakte, zijn de schrik van het verkeer en de zorgenkinderen van de spoorwegen. Om een ideale toestand te bereiken, zouden er honderden viaducten in de plaats van spoorwegovergangen moeten komen. Maar dat is nu eenmaal te kostbaar. Wel worden er, waar dat mogelijk is, nieuwe viaducten gebouwd. Zo is men op het ogenblik onder meer bezig bij het station van Leiden. In de meeste gevallen heeft het wegverkeer dus te maken met overwegen op gelijk niveau. Ons land telt er 998 die bewaakt worden. Daarnaast zijn er ruim 60 overwegen die beveiligd worden door een flikkerlichtinstallatie met belsignaal. Maar deze installaties kosten 20.000 gulden per stuk. Op de Rijksbegroting voor 1951 is nu een bedrag van 400.000 gulden uitgetrokken voor de aanleg van 20 nieuwe. Dan wordt er verder sinds enige tijd bij Heilo een geheel nieuw Amerikaans beveiligingssysteem op de proef gesteld, waarbij alleen de rechterweghelft wordt afgesloten. Bij deze overwegbeveiliging kan al te haastige automobilisten dit tenminste niet meer overkomen. Maar al is een overweg nu nog zo goed beveiligd, heel veel hangt af van de voorzichtigheid van de weggebruikers. Hoeveel meer voorzichtigheid is dan geboden bij de meer dan 2000 onbewaakte overwegen? Ook al heeft een groot deel daarvan voor het wegverkeer weinig betekenis. De gevolgen van aanrijdingen hier zijn meestal fataal. Het is waanzinnig om te proberen nog net voor een snelrijdende trein langs te komen. Dat is alleen goed om op een alleronplezierigste manier in de krant te komen. Het merendeel van de aanrijdingen op onbewaakte overwegen in 1950 was een gevolg van zorgeloosheid, om niet te zeggen roekeloosheid. 28 doden en 29 zwaar gewonden waren het trieste resultaat. Vooral bij slecht weer, bij duisternis of bij mist of onbekendheid met de situatie is het nog meer oppassen. Wat deze meneer doet is in wezen nog zo gek niet. Alleen de manier waarop hij het doet is verkeerd. Hij zet zijn auto veel te ver van de overweg stil. Voorzichtigheid is nog altijd de moeder van de porseleinkast. De weggebruikers hebben hun leven in de meeste gevallen in eigen hand.